Wat voor dag was dat? Die zijn een step. Zo op het oog. Ja, dit is het, dit is het. Met een pen in de hand kan ze behoorlijk kattig zijn. Alleen van rooien. Een goed beeld, zeg. Die naar buiten bracht dat Rob Oudkerk bij de kooksnuif en naar de hoeren gaat. Zelf schijnt ook een nymphomane te zijn, maar zijn we bang? Nou, ik moet je eerlijk de waarheid vertellen. Ik heb al 7 maanden niks geballen, dus die zou ik echt wel ballen. Tuurlijk, waarom niet? Moet je een vrouw zien, toch? Ballen? Niks ballen. Neuken? Ja? Een beetje, ze hebben niet zoveel vlees, ik hou me van vrouwen met vlees. Nee, maar ik zou het niet pakken. Ja, dat was het, hè? Dat was het. Ballen, ballen is gespannen. Lekker op zo'n hondje. Gewoon lekker vader, ja, heerlijk. Ja, als ze hier naartoe komt en ze zegt van, wil jij niet ballen, ik wil jou wel ballen. Nou, dan zeg ik, oké. Wil je ballen? Handballen, hoe ga je hier niet, hè? Gast, nou alleen, de meeste mannen zouden je wel ballen. Maar het is waarschijnlijk omdat ze niet weten dat hun bedgeheimen misschien wel gepubliceerd zouden kunnen worden. Ikzelf? Kort geleden ben ik weer eens in Denemarken geweest. Denemarken is een gek land. Als je door Denemarken fietst en eventjes uitrust om naar een plattegrond te kijken, dan kun je ervan verzekerd zijn dat ter plekke uit het niets 5 Denen op je af zullen gaan springen, die jou graag willen helpen. Je moet dan niet agressief reageren. Laat hen even iets uitleggen in het Engels. Daarna gaan zij vanzelf weer weg. Denen willen graag helpen. Ik heb ervan gedroomd om 3 dagen in China te zijn. Ik was onderweg met een reisgroep en ineens ontstond het idee om vanuit Noorwegen nog even voor 3 dagen de grens naar China over te steken. Een levensgevaarlijke onderneming. Na de grenscontroles te hebben doorstaan, werden we met een geblendeerde bus naar het eerste plaatsje met een winkelcentrum vervoerd. En daar dan overal die kleine mensen met lege bakjes in hun handen om ons heen. Wel vriendelijk, dat wel, maar toch ook raar. Chinezen houden van bedelen. En wij kregen niet eens hun piramides of zo te zien. We moesten de hele tijd maar wachten op de bus die ons na 3 dagen weer weg zou brengen. Heel anders zijn dan weer de Afghanen. Nog nooit heb ik 1 vriendelijk woord van een Afghaan mogen horen. Afghanen zijn heel raar. Zij houden van oorlog. De mannen, de vrouwen, de kinderen, de ezels. Daarom hebben ze dan ook gezamenlijk besloten om wat vliegtuigen tegen wolkenkrabbers in Amerika te laten botsen. Om Amerika de oorlog te verklaren. En dat alleen maar om daarna gebombardeerd te kunnen worden. Gek, hè? De Afghanen. Maar laten we niet oordelen. Je hebt gewoon verschillende culturen. Niet elk volk kan vooral van knutselen en karaoke houden. I cannot be left with no reply. No.
wil Sophie op de elektrische gitaar. Sophie zei altijd tegen mij net voor de optreden, ons Hammond is kapot, dus we gaan maar rocken. Nou, dat hebben we gehoord. En verder hebben wij op de drums... Sorry? Gaat hij toch nog komen? Oh, dit was nog niet eens echt rocken. Maar goed. Sien Banovic op de drums en Alen Svetoperic. Hoop ik dat ik het goed zeg. Op de bas, min of meer. Zal ik nog meer muziek van Sophie Zijl. Nu naar Ilse Starkenburg. Zij schrijft dichtbundels voor de Arbeiderspers. Haar meest recente bundel heet In plaats van alleen Ilse Starkenburg. Drie kleine erotische gedichten. 1. Dwang. Mijn computer wil af en toe worden ingedrukt en aangeraakt. Anders laat hij een trap zien waar geen einde aan komt. 2. Eerste gesprek. Nee, van Wittgenstein heb ik nog nooit iets gelezen. Maar misschien kun jij me vertellen of het iets voor me is. Jij kent me nou zo'n beetje. Anna? 3. Eerste rondleiding. Dan zal ik je nu mijn slaapkamer laten zien. Daar valt 's ochtends het licht zo mooi in. Ik lees nou een nieuw gedicht. Het is een Sinterklaasgedicht, dat wil zeggen ik heb het geschreven op 5 december, maar artistische Sint. Ik ben 4 en ruik ineens dat deze lelijke, lange Sint mijn oom is. Op zijn schoot zit een verraadster, ze is verkleed als kind. Om ons heen zwelt geritsel aan tot oorverdovend bewijs. Alleen hij heeft anderen iets te geven. Ik vier niet meer mee. Een paar gedichten waarin honden... Yes. When my name's turned off, oh, I'm sweet feel. It's just a history concealed. Thank you.
ziens. Later. Love, love, love.